Aanstaande vrijdag komt ons nieuwe nummer uit. Alleen we hebben nog geen clip. Wat gaan we doen? Nou, ons nieuwe nummer heet dus Entourage. Wist je dat? Ik wist het toevallig. Entourage. Dus we moeten even toffe entourage fixen van onze clip. Maar het liefst gratis en mensen waarvan je denkt, holy shit, wow, dat die in hun clip gespeeld hebben. Tot een royalistic niveau. Het liefst gratis. Nee, wel gratis. Is geen geld. Ja, altijd je eigen geld. Kun je altijd als jij zelf wat bijlegt, mag dat van mij. Dus we hebben veel mensen nodig. Het liefst vette mensen. Dat doen we ook niet deze manier vet, maar echt dat ze echt cool zijn. Mag ook. Hoe vet, hoe meer views. Het is toch als jij Willem-Alexander erin hebt. Weet je niet vet? Laten wij om veel mensen te kunnen vinden onszelf opsplitsen in twee teams. En dat we dan een keertje voor deze ene keer misschien loten. En dan komen we volgende keer weer samen. Ja, want de opzet is als volgt. We moeten in twee teams zoveel mogelijk BN'ers in onze clip krijgen. We krijgen precies 24 uur om dat te doen, zonder vooruit al lijntjes uit te zetten. En er moeten BN'ers zijn die voldoen aan de volgende eisen. Maar een BN'er die meespeelt, telt maar maximaal in één categorie mee. We werken aan dezelfde clip, maar welk team fixt de beste namen? Ik heb geloot. Team van 2 en team van 3. Dat is lang geleden. Meestal is er iemand niet. Ja, ik heb het maar open. Dat heeft even niks met loten te maken, maar je mag ze wel openmaken. Nou, dit is team 1. Roem of Koen? Milo! Hey. Leuk. Hou maar vast. Nou ja, dan ken ik het alweer. Er zit in die andere envelop, mat. Team captain van team 2 is... Hey! Capitano. Bandje om en gaan. Fijne wedstrijd, vriend. Ja, ik wil meteen eens tackelen, want er gaan nu natuurlijk zeker al 14 jaar tiegeltjes in de comments zeggen. Nee, ik kom er vrijdag weer een claim en geen video uit. Nee, mens. Er komt vrijdag gewoon rustig een video online en zaterdag komt een clip. De bankzitters komen op 15 maart met een nieuw nummer. Of zoals ik zelf zou zeggen, een echte banger. Zo, dan ga ik nu even een stukje voor jullie spitten. Paas me die beat, broer. Ik ben met de on. Entourage, spend mijn salades. Nu vind ik het echt spannend. Okay. Misschien is het even een van die eerst. Dan is het nog spannend. Ja. Wie komt erop vergezellen? En die zijn er dan. Hey! Vriend! We gaan een clip maken en we gaan een vette clip maken. Nou, ik hem ook maken en dan zie je hem erop. Misschien moet je het tegelijk hebben. Tegelijk, ja. 3, 2, 1. Oh! Hele verrassende wending. Oh, vorige keer met die Polaroids, hè. Oh, dit is wel een eerlijke teamverdeling, want het is wel fijn dat jullie dan team van 3 zijn. Huh? We hebben zoveel lijntjes, dus dan zijn ze met z'n drieën. Jij hebt samen 30.000 Insta volgers. Heb je al 100k? Nee, dat niet. Dus dan kan ik weer elke keer zoals Matt. De wereldbank is bijna 1 miljoen. Ja, kom maar gaan. Oké. We hebben dus verschillende mensen nodig. Ik zie hier staan een voetballer die op een EK of WK heeft gespeeld. Het zijn die makkelijke. Met iemand die vandaag nog op tv gaat komen. Met iemand van precies 61. Ja. Mijn 61. Vader. Is jouw vader 61? Ja. Ja. Hij zit nu wel in Londen. Ja. Ja. Raad het trouwens niet. Met iemand met meer dan 1 miljoen volgers. Die ken ik er ook nog een leentje van. Jouw ja, leks. Leuk. Ja, lachen. Ja, heel leuk. En met een kale BN'er. Ja, dat was ze niet. Ik zit meteen te denken, kale BN'er, Jack van Gelder. Huh? Die is niet kaal. We hebben dus Jack, hadden we het best wel een soort geschiedenis mee. Aangezien we natuurlijk met hem de Summer Holiday meme hadden. En toen ging hij doen alsof hij ons niet kende. En dan wilde hij niet met ons dat opnemen. Het is nu eindelijk tijd voor de ontmoeting eigenlijk, zou ik ja, zeggen. Ja, en we weten dat de kijkers willen het, wij willen het. En Jack heeft helemaal niks te doen. Jack is al met pensioen. Wow, Jack reageert ziek vaak op onze Instagram post en zo. Maar Jack is toch 75 of zo? Ja, maar hoe gaan we hem bereiken? Ja, gewoon een DM'tje. Oké, okay. Zelf of met Bankzitters? Ja, zelf. Ja, als jij denkt dat dat werkt. Als we met Bankzitters doen, dan zien zij dat wij Jack Dat boeit maakt niet. Toch niet uit. Dat vinden ze haar leuk, Jack. Ja hoor. Ja hoor. Wat heb jij voor vieze verkenpagina? Ik dook net in op Bankzitters. Is dit een Bankzitters? Jezus. Maar wie zit hierop? Het zal Milo wel weer zijn. Alleen maar Jack. Hey, hebben we ooit dat verhaal verteld toen Milo nog als enige op de Bankzitters Insta zat? En dat ik opeens in de DM zat te checken, want ik moest iets checken. Toen zag ik 2 DM's. En ook een vieze DM's. Ja, een vieze DM's van... Hey, when do you come to the Netherlands again? Ja, Vanessa Hutchins en die andere chick, die blonde, die Chopé speelt, of hoe heet zij? Heeft Milo die dus zitten DM'en. Hij dacht met zijn eigen account, maar oprongelijk met Bankzitters gestuurd, omdat hij denk ik dronken was. Elke keer als wij erover wilden beginnen van Miel, weet je nog dat toen in de video op wilde gooien, zei van nee, dat is voor later, maar het legt het wel lekker uit. Ja, maar dat heeft hij dus nooit meer gedaan. Oké, ik zeg Hadiak. Ik ga niet zeggen kale BN'er. Nee. Ik ga niet zeggen kale BN'er. Nee, gewoon niet zeggen. Wij dachten gelijk aan jou. Dit is echt een moment om elkaar een keer te ontmoeten. Nee, dit is echt een... Nee. Kunnen wij jou vandaag ergens ontmoeten? Oh,
Goed, we zitten in de auto, we zijn even aan het brainstormen. We hebben best een paar leuke ideetjes. Ja, een paar lijntjes uit. Een paar lijntjes uitstaan, alleen het ding is altijd, dan stuur je een bericht naar mensen, dan moeten ze het eerst even lezen en dan moeten ze erover nadenken, dus dat duurt nog even. Dus we kunnen nu nog nergens heen rijden, maar er is één ding wat we wel kunnen doen, dat is... Een nummer bellen. Ja. Wij zaten te denken aan kale mannen, kale BN'ers. Denk ik sowieso vaak aan. Ik kwam op de pagina van André Kuipers. André Kuipers, dat vind ik wel een legend. Een Nederlandse astronaut. En ik ga nu het nummer van zijn perschef bellen, om te kijken of André toevallig vandaag mee wil doen in onze video. Stel je bent als perschef niet bereikbaar. Misschien is ze in de ruimte. Goedemorgen. Hi, goedemorgen. Met Raoul de Graaf van het YouTube-kanaal Bankzitters. Ik bel met een vraagje of André vandaag tijd, zin en ruimte heeft om te figureren of mee te doen in een video van ons, heel kort. Ik denk dat dat een lastig verhaal gaat worden. Ik ga even de agenda pakken. Hij zit op de maan. Ah, kijk. Dat gaat wel lastig worden, ja. Of die zintuig en ruimte. Die vond ik wel leuk. Nou, die valt af. We moeten doorschakelen. Hey, wie van meer 1 miljoen volgers gaan we doen? Hebben jullie veel mensen met 1 miljoen volgers die je volgt? Die mij volgen? Ja. Nul. Ik heb persoonlijk wel wat meer natuurlijk. Zoals bijvoorbeeld Chantal Jansen. En Monica Geuze ook. Romee Strijd. Wij waren natuurlijk onlangs een team en toen moesten we een speler uit het rechte rijtje hebben. Toen heb ik natuurlijk heel ex-PSV, wat op dat moment in het rechte rijtje stond, benaderd. Maar wat opvallend veel moet ik zeggen. Ja, en ik moet ook wel zeggen, in de video waren ze niet heel happerig. Maar uiteindelijk heb ik van allemaal een reactie gekregen. Ik zat net na te denken, een ex-PSV die op het EK heeft gespeeld. Zijn ook een bovenboel hoor. Jetro Willems. Oh, die is top. Dat is een EK-speler, dat is perfect, man. Wij gaan dan dus aan Jetro Willems de vraag stellen van... Hey Jetro, broeder, alles rustig. Wil jij in onze clip spelen? Nee, dat kan toch niet? We kunnen toch niet verwachten van Jetro Willems dat hij met ons in de clip gaat spelen? Nee, je moet gewoon zeggen... Jetro, kunnen we even een stukje met je filmen, want we hebben een speler nodig op een EK. Ja, maar je kunt hem niet zo voor de bus gooien. Jawel, we gaan wel doen. Het kan niet, maar we gaan het wel doen. Hey, we moeten toch wel iets zeggen van het is voor een videoclip? Nee, maar dan doet hij het niet. Oh, man. Doe nou! Oké, wij gaan nog even wat lijntjes uitzetten. Wellicht hebben we zo beet, maar dat laten jullie weten. Goed nieuws! We hebben een reactie. De eerste reactie is binnen. Oh. Er is iemand in de categorie meer dan 1 miljoen volgers. Oh, en dat zijn vaak wel grote mensen. Dat zijn de grote spelers, natuurlijk. Die hebben niet vaak tijd voor je. Maar goed, deze persoon wil wel tijd voor ons vrijmaken. Die lijkt het een leuk idee. Het is nog 24 minuutjes rijden. Ja. En dan zijn wij thuis bij Enzo Knol. Enzo Knol! Knol! Pauw! En Enzo die heeft een mooi stukje in de clip. Dat komt allemaal goed. Wij rijden even naar Enzo toe. Die gaan we eens een beetje opnaaien. Hey, we hadden beloofd dat we terug zouden komen wanneer dat we beet hadden. Je ziet, we zijn aan het rijden. Je denkt, jullie hebben beet. Wij hebben voor de miljoen volgers, hebben wij Monica Geuze een bericht gestuurd. Dus ik zeg, ben je in Nederland, Monica? We hebben je nodig. Waarop zij zegt, vertel. Waarmee ze zegt, ik ben in Nederland. Waarmee ze zegt, ik ben in Nederland en ik heb zin in je. Je weet dat dit uitgezonden wordt, als je dit ook gaat zien, hè? Want je hebt nu alleen gestuurd dat het idee is en dat heeft ze eigenlijk al genegeerd. Maar we zijn op het gemak om naar Amsterdam aan het rijden. Ja, dus we zijn nu gewoon op goed geluk naar Amsterdam aan het rijden. Omdat we dan denken dat Monica wel mee gaat doen. We komen nog nu net uit dat overtuigende stukje over dat jij aan het vertellen was dat je nauw contact hebt met Monica en dat je verliefd op haar bent en zij ook op jou en zo. Ze stuurt naar me. Haha, nou ben even druk. Ik ben niet meer van jou, je bent niet meer van mij. Oh, ze is een onbericht. Maar ik zie je wel vanavond, toch? Ben je trouwens met die Robbie? Volgens mij is hij echt 1,50. Hey, maar we kunnen in principe gewoon wel ergens lekker wat gaan lunchen of zo. Zij fixen die clip maar lekker. Het is 1:15. We hebben nog niks aan. Denk nou simpel, wie is er kaal? Oh, kijk je mij zo aan? Doe dat even hoor. Ja, wie is er kaal, ja. Huh? Day 22. JJ Boske. Oh, Jack van Gelder heeft gereageerd. Wat zegt hij? Hij zei morgen vraagteken. Bro, morgen is toch al goed? Ja, ik ben er morgen niet, maar... Ik wel. Oh my god, yeah! We are going on a summer holiday. No more working for a week. Working, sorry. Nee, ik heb reactie van Jetro Willems. Jetro Willems natuurlijk gespeeld op een EK. Yo maat, alles cool. Vandaag is wel grapjes. Weet je wat het is? Heb vandaag een paar afspraken. En zit vanavond bij Rondo. Dus denk niet dat het gaat lukken. Dit hoort helemaal niks. Dit was echt onze enige hoop op een EK-speler. Ja, ja. Hey. Welkom bij de vlog van Enzo. Yo, hoe is het? Ja, goed man, met jou? Lekker man. Hey, dit ziet er wel goed uit man. Dit is niet gek. Ik wist dat je de Lamborghini weg ging doen, maar dat je er dit van ging. Nieuwe whip. Ja, dikke bus van de plaats. Hey, wat is de bedoeling boys? Want jullie komen onverwacht in één keer... Ja, kijk, dit is niet onbelangrijk voor ons. Maar waar is de rest eigenlijk? Nee, kijk, we zijn aan het splitsen, want we moeten efficiënt werken. We gaan een clip schieten vandaag. Voor ons nieuwe nummer dat uitkomt. Maar dan met mensen die een beetje Het nummer heet Entourage. We denken, we gaan een groep mensen proberen te benaderen die allemaal dan een paar seconden pakken. En dan gewoon lijp hypen gewoon.
lijp houden. Gewoon haaien, dat kan ook niet anders. Als je nummer hoort. Jullie dachten die Enzo kan lijp houden, joh. Als jij die tune zo hoort, joh, dan ga je los. Dan ga je echt los. Ja, ja. Zullen we dat even in mijn bus luisteren dan? Ja, goed idee. En Robby doet wel mee deze keer. Ja, doet wel mee, ja. Maar het scheelt niet veel, want hij was wel een beetje ziek. Hij was wel ziek, hij voelt zich niet helemaal lekker van zo'n ziek. Echt. Is het echt? Ja, het is ook niet de bedoeling dat je eraan zit. Oh. Moet je dat ook moet je met een plonspuit dan altijd? Ja, dat is eigenlijk. Ik zat zo te denken van joh, in dat druk leventje wat ik heb, waar kan ik rust in vinden? Toen heb ik dus een moswand gekocht die je moet onderhouden. Dus elke ochtend moet ik hier alles breken. Dwingt jezelf om zo'n regelmaat te hebben. Weet je, zo'n bonsaiboompje achter. Ja, dat weet je. Dus ik heb vanochtend heb ik daar linksboven een beetje bij geknipt. Als het goed is, kan je dat wel een beetje zien daar zo. Wil je het hele nummer horen? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. En ik ben wel benieuwd hoor. En nu kan het nog alle kanten op, zeg maar. Ja, ik ben benieuwd. Ik ben Mattie in de taxi. Vraag Koen, wat gaan we doen? Raoul is in voor actie. Robby, komt hier naartoe? Het stuk wat voor jou gereserveerd is, zeg maar, is die pre-chorus. Ik bel Mattie in de taxi. Dat stukje. Sorry. Bro, is dit jouw ringtoon? Hou op! Dit is jouw ringtoon! Ja, let's go. I'm up for it. Volgens mij had ik dit stukje al gehoord in Koen's video laatst. Kijk jij Koen's video? Ja. Ja, dat ik Koen's video zit te kijken. De eerste die ik heb gekeken was meteen dat hij 24 uur wakker bleef omgekeerd. Ja, echt pauw slecht video. Ja. Nee. God, ja, met de Rosbach in zetten. Ja, ik check wel wat hoor. Ik weet al wat. Dat Robby vaak op cruiseschip is. Even voor de duidelijkheid van de bankzitters heb ik er dus twee hier in mijn achtertuin staan. Leukste twee, hè? Ja, de grappigste weet ik in ieder geval. Dankjewel. En dit is volgens mij de knapste uit de test. Nou ja, wie bepaalt dat dan? Een of andere vrouw van 40 of zo was dat. In ieder geval. Ik heb dus net het nieuwe nummer gehoord van de bankzitters, Entourage. Die komt 15 maart uit. Oh joh, lijkt me. Oh, dat stond niet op de lijst van dat to-do list. Hoeft niet, maar wacht wel. Knip dat maar dan. Ja, zeg. Milo wil best gewoon ook zijn deel naakt doen, dus dat hij in ieder geval meer verlust. Ja, gelukkig ben je al half naakt hier. Zo. Nou, dit is hem. Dit is jouw nieuwe scooter. Dit is wel dik hoor. Hoe werkt dit? Ik heb nog nooit scooter gereden. Nee, echt niet. Wat is gas? Is dat dit? Kijk hem. Wat zijn we nou aan het doen? Komt ook een benzinelucht uit, jongen. Moet ik hier niet aan draaien? Oh, als ik ook een scooter had. Zo'n soort foute porno is dit. Wat is dit, joh? Maar dit is ook zo'n bouwverdiening. Ja. Dat is echt niet normaal. Even gaan kloten. Hoe heb je dit? Oh! Hey! Hey! Wat zei je hier? Juist! Maar hoe moet ik dan dit gas geven? Oh! Tering! Tering! Wat is hij nou weer aan het doen? Wat zijn we nou in godsnaam aan het doen? Oh, joh! Weet je wat ook dik is als hij die stoep even afknalt? Wat mij belangrijk lijkt, er is nu kans dat ik met mijn gezicht eerst die bossen inga. Dus het lijkt me belangrijk dat ik een klein brilletje opzet. Dat ik iets meer mijn ogen bescherm. Dat lijkt me echt cruciaal. Nu kan er bijna mijn fout gaan. Legendary! Legendary, je zegt het, ja. Oké, let's go! Ik slip hier al! Bro! Ik slip hier al! Brakka! Nee, mijn brakka! Ik moet de hele clip nog met die brakka! Brood! Was het serieus gedaan? Als hij gewoon een hele mooie knolpauwbroek heeft, neem ik die natuurlijk met alle liefde mee. Oké. Oh, dit is wel top, ja. Maar als je voor de knolpauwen gaat... Ik ga voor de knolpauwen. Geen van deze twee. Deze is wel dik, hoor. Nee. Deze is wel echt dik. Dat vind ik ook wel dik. Roe, welke zou jij doen? Voor de fit zou ik die zwarte niet nemen, man. Maar ja, deze heeft wel een harde logo, vind ik. Ik wil deze meenemen. Dat is gewoon een normale broek. Ja, dat is nee, dan hoef ik niet. Ik wil wel een knolpauwbroek. Maar top bedankt, hoor. Ik kan ook wel binnen even. Nee, ik doe gewoon hier. Ja, dit is wel top, hoor. Ik vind deze niet gek. Niks mis mee. Alsjeblieft. Hier ben ik zeer dankbaar voor. Welkom bij de vlog van Enzo. Nou, onwijs bedankt, bro. We gaan weer door. Ja, dit was wel leuk, man. Moeten we vaker doen. Omdat jij zo bedreven was en zo erg mee wilde denken in de clip, daar ben ik echt dankbaar voor. Ik was jouw fucking broek. Oh, nee. Mijn brilletje. Ja, dat is wel dik, hoor. Ja, dat is wel dik. Dit is een iconische bril.
Ja, dik. Goed. Nou goed, wij gaan er vandoor. We hebben echt veel te doen nog, man. Geen probleem. Jullie bedankt. En je zijn altijd welkom, joh. Nou, tot morgen dan. Het is inmiddels 3:10. We hebben nog niks. We hebben nog niks. Maar we hebben eindelijk een reactie. Want jongens, we hebben onder andere Demi de Zeeuw een berichtje gestuurd. Ja. Gewoon een vraag van Demi. Yo, heb je toevallig tijd? Kunnen we met je filmen? Dus hij zegt van prima. Laten we dat doen. Jij zegt prima alsof het zo van heel normaal is. Maar dit is voor ons de grootste blessing van de dag. Dat iemand prima zegt. We hebben oprecht al 100 mensen een bericht gestuurd. Ja. Niemand kan vandaag, maar Demi kan dus op zich wel. Wat is je 06? Dan bellen we gewoon even. En hij stuurt vervolgens zijn 06 erachteraan. Maar wat gaan we zeggen? Vind je het spannend? Ja, wat gaan we zeggen? Ja, dan wil jij belt, dat is jouw Matty. Hallo met Demi. Hey Demi, met Robbie. Hey. Van Bankzitters. Je spreekt met mij. Ja, en ik zie... ja, dat had ik al net aan. Oké, tot. Begreep jij iets van mijn berichtje, van ons berichtje? Ja, je gaat een clip opnemen en heb je iemand nodig die EK of WK zet. Juist. We moeten gewoon even een paar shotjes met jou maken, als jij tijd hebt. Ja. Waarom niet? Als jij een locatie hebt waar wij naartoe moeten komen, dan racen wij die kant op. En dan hebben wij 5 minuutjes van jou nodig, dat is genoeg. Heb je toevallig een voetbal in je auto liggen? Volgens mij wel, ja. Ja, oké, lekker man. Top. Dan zien we jou daar zo. Volgens mij had hij gewoon iedere keer een paar seconden nodig om met jij Brabants praten, om het zeg maar te verwerken. Ja, gewoon Nederlands. Terwijl we... Dit is mijn telefoon trouwens. Ja. Dit is mijn telefoon. Emma Hees heeft gereageerd. Oh, ze heeft nog een bericht gestuurd. Is dit cool? Ik hoop het wel. Ja, echt. Haha, vet leuk. Ze zit in principe in een schrijfstelling vandaag. Ik denk wel tot 19 uur. Bel eens een manager voor als het haat heeft. Die kan wel snel schakelen. En nummer erbij. Van Emma. En zo ontstaat er toch nog een hele entourage. Oh, Emma, ik loef je! Ja, zou het opvallen dat je gewoon misschien gewoon van nu afgewezen wordt en de ene gaat gewoon door naar de volgende? Luister, afwijzen niet mijn woorden doen. Ik ben met de En dan is het eindelijk zover. Team Matty, Koen en Robbie voegen ook iemand aan de entourage toe in de vorm van Demi de Zeeuw. Hij speelde op zowel het EK van 2008 als het WK van 2010. Kijk. Zo, schoenen, hè? Ja. Nee, het idee is als volgt. We hebben dus een nieuw nummer gemaakt. Wij maken natuurlijk ook muziek. We zaten 3 keer in de Ziggo Dome. Ja, ik ken het. Maar we hebben dus een nieuw nummer. En we hebben een soort van challenge dat we met allemaal mensen in de clip moeten hebben. Waaronder dus iemand die op een WK of EK gespeeld heeft. Ons leek het leuk als we een beetje een soort van overschieten. Dat jij ook een keer heel hard op onze billenrand. Dat veel wel slomen. Maar jij schiet ook helemaal niet raak. Nee. Ik bedoel, het is nog niet of je heel veel bereikt met voetbal of zo. Op EK's en WK's gespeeld of zo. Thanks voor de moeite. 15 maart. 15 maart. Ja, thanks. Later. Thanks. Hey, ik vond het echt leuk. Ik vond het echt gezellig. Ja. Het was leuk, man. Ik voelde me echt weer als een kind. Een beetje met een scootertje stunten. Ik vond het echt leuk. Maar we moeten wel door. We hebben vrij lang bij Enzo. Het was zo leuk dat we hebben eigenlijk te lang tijd verspild. Dus we moeten snel doorschakelen. Nou heb ik in de tussentijd het nummer gekregen van iemand die precies 60 jaar is. Maxime Hartman. Oh. Dat vind ik een legend. Ik ook. Ik heb zijn telefoonnummer, ik heb die gozer nog nooit gesproken. Ik heb hem ook nog geen appje gestuurd, niks. Ik heb zijn telefoonnummer gekregen, ik denk ik bel hem gewoon. Maxime Hartman, komt ie aan. Goedendag Maxime. Hi Maxime, goedemiddag met Milo. Hi Milo. Ik vroeg me af of jij in het volgende zin en tijd had. Wij zijn bezig, we zijn van het YouTube kanaal Bankzitters. Ik weet niet of het je iets zegt. Ja, dat was van woord. Ik doe ook een show, hoor. Heel veel succes. Ja, heel veel succes. Eigenlijk, alle doen ze eigenlijk succesvol. Die 45 euro betalen, jullie spullen lekker in je zakken. Je bent meer op de hoogte dan ik dacht. Nee, maar we zijn vandaag bezig met een video voor onze nieuwe clip. Er komt binnenkort een nummer uit. En wij dachten, daar moeten we Maxime vragen. Wanneer moet dat gebeuren? Ja, het liefst wel vandaag ergens. En dan komen jullie langs of wat dan ook? Ja, dan komen wij overal naartoe waar wat voor jou uitkomt. Ja, maar vandaag wordt het echt heel lastig voor mij. Oké. Ik weet niet of ik iets kan schuiven, maar ik zie het er wel een beetje lastig in. Oké, helemaal goed man. Nou, we zijn lekker op weg, dames en heren, dus we hebben eigenlijk wel even wat lekkers verdiend. Het is 6:30 s'avonds en we hebben pas 1 punt. Ja, maar we krijgen straks wel punt 2. We zitten hier heel dicht bij Emma Heesters. Dan hebben we met Emma hebben we er 2. En daarna is het eigenlijk klaar. Ja, en je zou het haast niet denken, maar ik ga dus morgen op vakantie. Ja, het is echt ongelooflijk. We zijn lekker bezig vandaag. Deze draad voelt ook als vakantie, want we zitten gewoon of bij een tankje of bij een barretje te wachten tot iemand reageert die nooit reageert. Nou, het is ook wel een moeilijke vraag. Wil je in onze clip spelen? Heb jij niet nog een leuk verhaal uit je uitgaansleven of zo om het een beetje op te vrolijken deze video nog? Nee. Ik weet nog niet wat jij allemaal uitsprook dit weekend. Waar ben je dit weekend geweest? Heb je nog iets gedaan? Ja, maar dat kan ik op camera niet zeggen. Nee, ik kan niet zeggen waar ik ben geweest. Ja, ik zou het graag zeggen, maar dan moet ik je vermoorden. Nee, maar binnenkort moet ik het met Prins Koen doen.
Ik ga jou never in mijn leven prins of majesteit noemen, dat je dat maar weet. Als ik een prins ben, noem jij mij prins. Haren majesteit. Haren, maar je hebt geen haren meer dan. Kale majesteit. Maar misschien kun je de kletspot er even bij pakken. Ja, laat de kletspot er even bij pakken. Als je nooit zou hoeven slapen, wat zou je dan doen in die extra uren? Wat is moeilijk? Ja, leuk. En tot zover deze scène. We zien jullie zo bij een nieuwe scène. Wij zijn bij ESPN en wij gaan daar het stuk van ons nummer opnemen met iemand die vanavond op tv komt. Ik had niet verwacht dat deze persoon dit leuk zou vinden. Kijk, ESPN is natuurlijk voetbal, dat is Eredivisie. Ja, maar wij zijn een voetbalkanaal. Wij zijn een voetbalkanaal, dus we zaten in die hoek te zoeken. Ja. Heb je vanavond op tv het programma Voetbal Praat. Dat is een programma waar altijd van die analisten dan gaan praten over voetbal. Onder andere Kenneth Perez. Dat leek mij niet iemand die bankje dus kent of die dat leuk vindt om in zo'n clip mee te werken. Maar ja, ik heb het opgegooid en hij vond het hartstikke leuk en hij vond het gezellig. En we kunnen nu in die studio zo meteen van ESPN. Kunnen we aan die desk gaan zitten, performen, alles doen wat we willen. Oude Deense voetballer Kenneth Perez, die nu analist is bij ESPN. Ja, ik vind het geniaal. Ik had het ook niet verwacht, maar het gaat gebeuren. We gaan even naar binnen en we kunnen dus echt die studio in. Dat vind ik nog het dikste. Raoul de Graaf en Kenneth, welkom. Ik wil graag met een gedevalueerde topper tussen AZ en Ajax nummer 4 en 5 van de huidige ranglijst beginnen. Roel, jij was daar. Ja. Heb jij het wel ook als zodanig ervaren? Ruben van Bommel, volg mij op Instagram. Dat staat niet op mijn blaadje, wacht even. Hey, we zitten hier wel lekker. Ik vind het wel een lekker plekje. Ja, zeker. We zijn wel vroeg. We zijn veel te vroeg. Dat was eigenlijk wel bewust zo. Dan konden we alvast een beetje de locatie spotten. Nu is het wachten op Kenneth Perez. Ben die box. Mijn jas. Zie jij te lachen? Mooi, dat is een Enzo Knol trainingsbroek aan het hoog houden in een lege ESPN-studio. Soms word je wakker en denk je, nou, ik ben benieuwd waar we vandaag gaan belanden met opnames. Maar dit had ik er ook niet meer van. Hoog houden met een beetje knolpouw noemen we dat. Milo had vandaag pech. Hij is gevallen en zijn broek is vies geworden. Daarom mag hij van zijn vader een kwartiertje langer spelen met zijn voetbal. Bro! PEC Zwolle PSV, de allereerste keer 7 goals voor PSV in een uitduel in de Eredivisie sinds september 2018. 7-0 tegen ADO Den Haag. Wat is je conclusie? Dit is helemaal geen vraag. Aan het einde van de wedstrijd is 7-1 natuurlijk het score. Hey, dit is geweldig allemaal, zoveel informatie. Overigens is ons dus verteld dat Kenneth inmiddels in het pand is. Alleen, Kenneth was nog even aan het eten. Wij zitten hier gewoon al een uur te wachten. Maar meneer gaat eerst nog even eten. Hoi! Heb je enig idee wat het idee is of niet? 0,0. heb je ooit iets van ons gezien of gehoord? Nee, ook niet. Oké, okay. Nou, wij zijn in ieder geval bankzitters. We hebben een YouTube-kanaal en we maken ook muziek erbij. Jullie zijn muzikanten? Ja. Ja, grote muzikanten. Ja, nee, ik zie het al. Ik weet niet hoe je dat ziet trouwens, of iemand een grote muzikant is, maar oké, muzikant. Ja. Ja, we hebben een nummer, wat komt 15 maart uit. Hey, zal ik hem even laten horen sowieso? Of we zijn sowieso benieuwd. Heel benieuwd. We zijn sowieso benieuwd wat je van het nummer vindt. Je gaat zingen. Nee, ik heb hem op de box. Zaterdagavond om 21:15. Sorry, ja. Want vanavond maakt het allemaal goed. Ik ben met de entourage, ik ben mijn salaris. Mooi. Idee wat we hadden? Ja, echt? Oké, okay, ja, mooi. Kijk, die is binnen. Die steken in ons zak. Ja. En jullie zijn studenten ook? Wij staan in januari staan wij in de Ziggo Dome 3 keer ook. Met ja, dat heeft te maken met dat jij ook student bent. Maar jullie hebben er heel veel rol in, denk ik. Ja, dat is fantastisch. Onwijs, ja. Zullen we gewoon eens wat gaan aanzetten? Ja, hoor. Ik ben met de Dit was iemand, die vond dat op zich wel grappig, maar die had echt geen flauw idee waar hij in beland was. Maar toch vond hij het leuk. Ja. En ik zie hem op een gegeven moment meezingen. Entourage. Hij vond het gewoon schitterend. Hij vond het gewoon echt schitterend. Dames en heren, wij wachten hier op Emma Heesters. Ondertussen zijn we even naar buiten gelopen, dan kan je hier kijken naar AFC. Nou, hartstikke leuk. Huh? AFC? Is het AFC? Dus AFC. AFC is de club van Jack, hè? Misschien is hij wel even langs de lijn talentjes spotten met een sigaar. Misschien is het met die muts. Verschrikkelijk. Aad de Bos heeft een bijzonder mooie haarlijn voor zijn leeftijd. Jij daarentegen, kun je misschien kijken of de deur open gaat? Je dacht dat ik iets ging zeggen over je haarlijn. Nee, dat dacht ik niet. Dat zou je nooit doen. Dat heb ik nog nooit gedaan in je leven. Demi is heel al net een mooie foto gepost van ons. Ik ben met de entourage. Niet gek, bro. Kom, wat gaan we doen? Raoul is in voor actie. Robbie komt hier naartoe. Jij bent eigenlijk wel een beetje zoals Michael Jackson. Spend mijn salaris. Dit is het kantoor van Shields Energy. Hey Jasmijn, wat zijn jouw 2 grootste pluspunten? Jasmijn! Oké, Emma.
Luister, we hebben een nieuwe tune en wij zijn bezig met een videoclip. En daar moeten we in twee teams al mensen voor regelen die even leuk meedoen. En toen moest iemand met meer dan 1 miljoen volgers. Nou, en jij, dat is een gekhuis. 2 miljoen volgers. Nee, dus wij dachten, het is leuk als jij misschien ons dan een klein beetje kan helpen met dansje. Maar ik heb het nummer helemaal niet gehoord. Nee, maar die kunnen we wel nu aan je laten horen. Oké, is dat dansbaar? Ik denk dat het meest dansbare nummer wat je in je leven meegemaakt. En hebben jullie al een dansje? Moet ik dat verzinnen? Ja, maar het moet wel. Echt wel heel makkelijk. Dus zeg maar zo. Je weet wel wat links en rechts is. Ja. Nou. Heb je ooit een nummer van ons gehoord? Ja, maar ik zou er nu niet één kunnen noemen. Dat vind ik een goed antwoord. Heb je padellen niet? Nee. Nee, waarom zeg je dat? Nu staan we voor altijd voor lul. Ken je het nummer van... Je blik richting mij en de dingen die je zei. Kan ik ook niet. Ja, die kent ze wel hoor. Oh oh, ik ben mezelf nu. Cupido. Die ken ik wel, denk ik. Ja, dat dacht ik al. Denk ik. Hey, maar ga je die single dan doen? 3 keer. Ja, want dat zag ik wel laatst. Ja. Groep 8 is hard aan het oefenen voor de eindmusical. Juf Emma doet de dansjes voor, zodat de jongens het straks helemaal alleen kunnen doen op het podium voor hun papa's en mama's. Ja. Oh, maar jongens, nee, dingen. We hebben het. Dit is echt kabouterdans. Ja, sorry. Hey, dat is goed. Dat was top, ik ben verliefd. Voor ons zit de dag er al op. Ja, we hebben geen geweldige score. Nee, we hebben 2 mensen in een hele dag. Maar ook een toezegging. Morgen 11:15 met Jacques van Gelder. Radio Jacques. Ja, ik heb daar heel veel zin in. De verhouding tussen je gaat met Emma Jezus opnemen en daarna met Jacques, vind ik toch wel iets moois hebben. Ja. Ze wist wel dat we de Ziggo deden op basis van dat ze ons gewoon op de Ziggo heeft zien staan. Ja. Dus dat is ook weer iets moois. Dames en heren, wij zien jullie morgen. Oké, Roel. Het grote moment. Moment van de waarheid. Het is 6:58, dus ze zijn al 2 minuten bezig. Gaat die tellen voor de clip? Op ESPN 1. Nu op televisie. ESPN 1, voetbalpraat. Ja, daar zit hij hoor. Hey, momenteel live, Kenneth Perez in de uitzending voetbalpraat. Deze is gewoon check. Hey, maar die voetbalprogramma's, hè? Daar heb je er meerdere van. Daar heb je er heel veel van. Het ding is een beetje, we zaten te kijken nu naar die volgende. En de volgende die we eigenlijk willen snipen, is iemand die op het EK of WK heeft gespeeld. Ja. Dat is niet zo makkelijk. De enige optie die wij dachten, die is realistisch, zijn ex-internationals die nog wel een rol hebben in de media. Dus we hebben een afspraak kunnen maken bij een van de grootste Nederlandstalige voetbalprogramma's van dit moment. Ja. Met een van de vaste tafelgasten. Marco van Basten. Die wilde niet, maar nee. Het is wel dat programma, dus we gaan er nu heen. Wij zijn op de volgende locatie bij een van de volgende personen die we nodig hebben. Namelijk iemand met EK of WK ervaring. En wat voor ervaring? Het was het EK van 1996, Nederland-Frankrijk. Kwartfinale. 0-0, de 80ste minuut. Verloren. Ja. Hij heeft op de een of andere manier ja gezegd tegen dit idee. Volgens mij weet hij niet zo heel goed wat er nou precies is. Dat weet ik wel zeker. Maar goed, we gaan hem even opzoeken en we pakken hem er gewoon bij. En dan is het grote moment daar. Onze vrienden van Ziggo Sport hebben een ontmoeting geregeld voor Milo en Raoul met de enige echte Jurie Mulder. Waar is jullie woorden? Dit is voor ons YouTube-kanaal. Wij hebben een kanaal dat heet Bankzitters. Wij maken dus een nieuw nummer en dat heet Entourage. Wij gaan vandaag allerlei mensen af op in verschillende settings. Een beetje herkenbare settings, zoals bijvoorbeeld zo'n studio als dit. Met mensen die dan onderdeel worden van de entourage van de clip. Dus het is, in totaal is het een seconde of 10. Ja. En dan moeten we even een settingje maken. Goed. En dan gaan we een beetje op die muziek een beetje deinen. En het is nu al klaar, dus nu is het al opgenomen. Ja, dit was hem. Dit is de energie die we willen. Super, dankjewel. Vanaf de brug. Staat mijn auto in de weg. Oh, dat wil hij niet. Nee, die staat nog goed. Nee, moet ik het lopen een beetje rijden. We gaan even een shot maken dus dat wij zo staan. En daarna gaan we eens even het nummer luisteren en dan willen we 1 graag inderdaad een ongezouten mening en 2 gaan even lekker dansen. Maar ik denk dat u gewoon groot fan gaat zijn. Heeft u ooit van onze muziek gehoord? Jawel, jawel. Ja? Ik kan geen nummer herleiden of zo. Nee, ja. Die laten dat wel. Maar die hebben zelfs aanstaan. Ja. Heel lekker. Leuk, hè? Kijk dit. Ja, heerlijk. Nou, dan ga ik dus even door. Door wie is het kwart? Ja, door de zoon van Linda de Mol. Ja, tuurlijk. Die ook voor een dochter van een van mijn beste vrienden maakt. Ken je hem? Ja, hij kent hem wel. Wens wie je met a**? Stout. Prima, ja. Jij belt er niet meer op. Nou goed. Laten we maar even gaan filmen. Ja, lekker weer. Ja, lekker weer, ja. We hebben een hobby's of zo. Ja, dat heb ik. Ja. Hahaha.
Oh, jullie willen nog een nummer laten zien. Nee. Meester Jack heeft pleindienst en houdt de jongens op het speelplein goed in de gaten. Op deze school is een zero tolerance beleid. Pesten is schorsen. Ha, lekker Jack, hoppa! Lekker hoor! Lekker hoor! Nou Jack, mogen we je hartelijk bedanken. Graag gedaan. Wij hebben, leuk om te doen. Ik merkte dat er heel veel enthousiasme aan je kant kwam. Met dansen met name. Dansen is echt kut, hè? Vroeger schuifelen, dat vond ik dan ook leuk. Dat heb ik ook overgeslagen. Nou, ik zou er toch nog een beetje bij gaan doen. Nou, ik vond het in ieder geval hartstikke leuk om mee te kunnen doen. En ik ben natuurlijk de jongste niet meer, maar ik probeer dan in ieder geval in mijn geest nog jong te blijven. Maar ik heb 3 kleinkinderen van 19, 15 en 16. En die zijn helemaal gek van de bankzitten. Hoppa, top. Hier in het Olympisch Stadion heb ik ongelooflijk veel meegemaakt. Een prachtig stadion met veel mooie wedstrijden. Ja. Wat zeg je? Dankjewel. Onze 24 uur zitten er bijna op en tegen onze verwachtingen in kregen we last minute toch nog een reactie. En niet van zomaar iemand, het is iemand die vandaag nog op tv komt, want zij is vaste gast bij Shownieuws. We zitten hier thuis. En hoe leuk is dat? Dankjewel dat we langs mochten komen en we zitten hier ook met je hondjes. Hartstikke leuk. Alle 2 bankzitters. Ja, alle 2 bankzitters, ja, dat is hartstikke mooi. Wij hebben een nieuw nummer gemaakt. Nee, dat is leuk. Zaterdagavond om 9:15. Lekker nummer, zeg. Ik ben met de entourages, ben mijn salaris. Ja, leuk hè? Leuk hè? Ik vind entourage een hele woord. Ja, dat vonden wij ook. Dat is nieuw voor de possie. Porsche? Possie. Possen. Possen? Maar dan possie. Possen? Jezus, ja, nu ben je oud, heb je die bruin. Passie. Possen. Nee, nu is het maar possen. Ja, omdat je dat goed bedoelt. Ik zeg toch ook niet entourage. Ja, vind het leuk niet, joh. Ik vind het dus enig. Ja, daar zijn we heel blij om dat te horen. Een jaar geleden wist ik nog niet wie de bankzitters waren. Nu zitten ze bij me op de bank. Ja, dus we gaan nu even wat leuke shots maken als we zo op de bank zitten met de honden. Dus een beetje stoer kijken in de camera. Ik ben Mattie in de taxi. Vraag Koen, wat gaan we doen? Maakt niet uit dat het je ma is. Je oma is! Dat het je oma is! Ja. Nee, je ma, je ma. Nee, het is je ma. Ja, maar je oma vind je wel zo. Ik kom niet meer bij. Wauw. Wat een nummer, zeg. Maar echt, hè. Ja, top. Leuk. En na deze gezellige sessie op de bank met Patty zit onze tijd erop. Maar Raoul en Milo hebben nog één naam weten te strikken. En jullie mogen raden aan welke vereisten van het lijstje hij voldoet. Goed, het is een dag later. Wij zijn bij onze allerlaatste gast. Ik zou zelf zeggen de beste. Dank je. We zijn met Paul de Leeuw, mensen. Waarom heb je jou Jaap gezegd? Ja, jongens, voor jou leven die app en dan heb je gelijk. We gaan toch een boek lezen? Ja, we gaan een boek lezen. Nee, wij willen jou graag sowieso even ons nieuwe nummer laten horen. Ja, leuk. En daarna gaan we een paar shots maken voor de clip vooral. Komt ie aan. Zaterdagavond om 9:15. Ik ben Mattie in de taxi. Maar klinkt lekker, jongens. Zie je jezelf al een mooie rol in de clip vervullen? Ik zie mezelf achter de vleugel al een mooie rol spelen. Ah. Je hebt, ik zat, als je hebt die eerste akkoorden, die zijn natuurlijk wel echt piano. Precies, kijk, echt laten. Ja, wat wil jij doen? Nee, dit is echt jouw moment. Hoor. Ja, het is er wel. Ja, zo. Ik ben met de entourage, ben mijn salaris. Dit was de laatste figurant voor onze videoclip die wij hebben geleverd. Ja, tering dit. Hey, bro. En niet, ja, niet letterlijk bedoel ik, hè? Niet dat Paul nu kijkt en boos wordt. Ik vond, hallo. Enzo Knol. Ja. Joeri Mulder. Paul de Leeuw. Ja, dat is een line-up voor een clip, dat is niet normaal. Als mensen dachten dat de Cupido-clip veel grote namen had, dan hebben ze deze niet gezien. Mensen, zaterdag komt de clip online. Bedankt voor het kijken. Jullie hebben gezien hoe wij dat hebben gedaan. Binnen 24 uur, zonder van tevoren lijntjes uit te zetten. We hebben mensen benaderd en ze werken gewoon mee. Dat is inmiddels wat bankjes is geworden. Als de bankjes bellen, dan doen ze mee. Vrijdag nieuwe video, zaterdag de clip. Ga er klaar voor zitten. Ik ben met de entourage.